En het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken wil jongeren helpen om zelf te gaan ondernemen middels het project Van Grassroot tot Ondernemer. Brian Kreesburg, waarnemend hoofddienst der arbeidsbemiddeling, zegt in gesprek met onze nieuwsdienst dat dit project bedoeld is voor jongeren in de leeftijdsklasse 16 tot 24 jaar. Hij zegt dat de focus tijdens dit project gericht zal zijn op het her- en bijscholen van werklozen en werkenden. Jongeren van Paramaribo, Wanica, Saramaka en Nikeri mogen zich opgeven voor een van de aangeboden trainingen. Het gaat om een groep van 100 jeugdigen die we willen trainen, bijscholen, om ze op een of andere manier op de arbeidsmarkt te krijgen of zo, dat, maar meer met de focus dat ze zich als ondernemer kunnen presenteren. Dus we hebben stichtingen onder ons. SATTC, SAO en SPWE. En zij gaan die trainingen verzorgen voor de jeugdigen. Om welke trainingen gaat het specifiek? Bij SAO gaat het om de vaktrainingen, lassen, bouw. En bij de SATTC gaat het om horeca- en toerisme trainingen. Bij SAO gaan we speciale training maken voor de groep, zodat ze een pakket hebben aan ondernemingsgerichte trainingen, zodat je eigen bedrijf kan starten. Kreesburg haalt verder aan dat jeugdigen die geïnteresseerd zijn in dit project zich online kunnen registreren. Er is ook rekening gehouden met zij die niet over internet beschikken. Maar verder is er ook een mogelijkheid bedacht voor de mensen die misschien niet zo goed kunnen omgaan met internet, dat zij kunnen bellen en dat we dan een afspraak maken waar ze bij bijvoorbeeld de BIC, bestuurskantoren, misschien punten van jeugdzaken, hun formulier kunnen ophalen. Natuurlijk moeten ze niet daar blijven, ze moeten het ophalen, thuis invullen en weer brengen. Omdat we in een COVID-situatie nu zitten en we willen geen kansen nemen. Brian Kreesburg, waarnemend hoofddienst der arbeidsbemiddeling. Na de registratie zal er een selectie plaatsvinden waarna de trainingen in januari 2021 zullen beginnen. Jongeren die niet meer naar school gaan en werkloos zijn, maken eerder kans door de selectie heen te gaan.